Goedemorgen! Goedemorgen allemaal. Wat zien jullie er allemaal mooi uit als Zwarte Piet en Sinterklaas en ridders en anderen. Ze zien er cool uit. Nu, ik heb gisteren mijn laatste spelletje gespeeld, want ik was heel lang bezig met mijn verlanglijstje. Oh. Ja. Nou. Weet je wat bovenaan staat? Nou, Nout. Xbox. Weet je wat als tweede staat? Ik denk een voetbal. PlayStation 6. Weet je wat als derde staat? Het Angry Birds pletspel. Nou. Ja. We hebben je toch gezegd dat je niet zoveel binnen moet gaan gamen, maar lekker buiten moet gaan buiten spelen. Ik ben sproet en ik doe altijd alles. En ik ben Nout en ik doe altijd alles. Ja. En ik ben soms ook wel een beetje... Ja! Juf Corine heeft namelijk met Sinterklaas gebeld. Want ik maakte me natuurlijk vreselijk zorgen dat het niet goed zou komen met de cadeautjes. Weet je nog, ze waren allemaal hartstikke? Ja! Maar dat is toch niet nodig, want die kun je droog... Droog... Nee, nou, je kan de cadeautjes toch niet droog? Dat kan toch niet? Goedemorgen, juf Corine. Het is fijn dat we weer hier mogen. Hoi, juf Corine. Hoi. Nou, juf Corine, jij hebt gebeld, hè, met Sinterklaas. Wil je even vertellen hoe dat is gegaan? Nou, ja. Ik heb Sinterklaas gebeld. En verteld dat de bakjes nat waren geworden. Die waren in de race gevallen in het water. En toen zei Sinterklaas direct... Oh, juf Corine, dat komt helemaal goed. Ja, dat had ik al de hele tijd gezegd. Ze gaan de pakjes droogveunen. Nee, dat zei Sinterklaas. Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Totdat u weer naar Spanje. Hartelijk welkom, Sinterklaas, op Stadskwartier. Fijn dat u er bent. Ik vind het ook heel fijn om hier te zijn. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank u wel, Sinterklaas. Wat fijn dat je eraan denkt. En natuurlijk gaan we met de allerleven voor u zingen, Sinterklaas. Want u bent vandaag en morgen natuurlijk jarig. Lang zal we leven, lang zal we leven, lang zal we leven in de gloria. Ik ben nou het kwijt. Oh, leg ik hier even. Sinterklaas, eigenlijk ben ik hier altijd met Nout, maar ik ben hem even kwijt. Hebben jullie hem gezien, jongens? Ja! Nout, kom nou. Nout, kom. Ik heb Sinterklaas ook verteld dat jij de hunebedsteen terug hebt gegeven, hoor. Dus je kan heus komen. Hebben jullie ook onze cadeautjes meegenomen? Nee, natuurlijk hebben wij de cadeautjes. Ze waren... Hebben ze heel goed gefeund allemaal. Oh, Nout, dat zei jij al, maar dat kan toch helemaal niet? Je kan toch niet de cadeautjes feunen? Jawel, we hebben ze ook geblazen en gefeund. Ze zijn allemaal droog. Dat was een goed idee van mij, hè? Goed idee, hè? Goed, echt goed idee. Piet, wacht even. Cadeautjes en pakjes feunen? Ik feun 's morgens altijd mijn baard en mijn haar. En jullie feunen je haar. Gaan jullie dan pakjes feunen? Sinterklaas, dat hebben we u helemaal niet verteld. We hebben per ongeluk met de intocht alle pakjes overboord gegooid. Oh. En toen waren alle pakjes drijfnat, maar we hebben ze nu allemaal weer droog. Jullie zijn ook een beetje stout geweest. Dus kom even stoppen. Ja. Achter de laptop, dan komt het allemaal goed. Ja. Zo, dan is er niks aan de hand. Met de laptop gestopt. Hé, maar kom maar eens in achter die laptop vandaan. Want Sinterklaas zal Sinterklaas niet zijn als alles weer goed komt. Hoor je dat? Het komt toch goed. Sinterklaas heeft u andere cadeautjes voor ons dan? Ja, natuurlijk. Ik heb juf Corine gebeld. En die heeft mij gebeld. Oh, gelukkig. We hadden goed contact. Alle cadeautjes zijn hier al. Oh, dan geven we een heel groot applaus voor Sinterklaas.
Ja, met een boot. Het gaat dan moeilijk. November gaat bij ons te wekken, de mogen. We komen elk jaar, de mensen pieten nog de oven. Ja.
Daarvoor staan ze eigenlijk vanmorgen. Ja, jongens. Evelijn, wat moet deze Zwarte Piet doen dan? Die moet in het stilgezicht houden. Nou, ik snap er niks van. Geen stoute kinderen. Maar... Die is mooi versierd, Piet. Ja, ze is heel lang. Nee, geen trampoline stoel. Ik kan ook rustig gaan zitten. Zeg, we zien de kinderen van iedereen hun naam. En zijn er nog mensen met dezelfde naam in de klas? Ja. Bas. Ik ben Bas en die zijn ook Bas. Er is ook een Bas. En gaan beste kinderen en natuurlijk ook juf en meester. Het is elk jaar weer fijn om bij jullie op school te zijn. Fernando, ook een bijzonder kind. Hij praat echt Spaans, net zoals de Sint. Nou, Fernando, laat het eens horen. Hola. Hola. Hey. Hey. En halen ze jullie wel eens door elkaar dan? Of ja, heel vaak. Ja, heel vaak. En doen jullie dan ook nog een klein beetje ondeugend? Nee. Zomers uit Spanje weer aan. Hij brengt de deur.